Bij de berekening van de polyzuren en de polybazen in het gedeelte amfolieten of amfoteren gaan we bij de eerste oefening 100 ml natrium waterstofcarbonaat 0,1 molair. Gaan we dus van deze concentratie bij 0,1 molair aan het waterstofcarbonaat anion, zullen we de pH moeten gaan berekenen. We gaan echter een belangrijke afleiding moeten maken. Namelijk, natriumwaterstofcarbonaat is een amfoliet of een amfoteer. Dit betekent dat natriumwaterstofcarbonaat zowel zure als basische eigenschappen heeft. Laten we vertrekken vanuit de zure eigenschappen voor het waterstofcarbonaat anion. Waterstofcarbonaat anion kan dan gaan optreden als een zuur en zal in water, dat als een basis zal optreden volgens de Brønsted-Lowry-theorie, in een chemisch evenwicht gaan omvormen tot carbonaatanionen en oxoniumionen. Dus de geconjugeerde base voor het waterstofcarbonaat is dus het carbonaat of zijn de carbonaatanionen en het geconjugeerd zuur voor water is hier of zijn hier de oxoniumionen. Dit chemisch evenwicht wordt gekarakteriseerd door de zogenaamde tweede zuurconstante, die als volgt kan worden geschreven. De tweede zuurconstante is dus de concentratie bij chemisch evenwicht van de carbonaatanionen, vermenigvuldigd met de concentratie bij chemisch evenwicht van de oxoniumionen, ten opzichte van de waterstofcarbonaatanionenconcentratie bij chemisch evenwicht. Als we gaan kijken in de tabellen, is de tweede zuurconstante gelijk aan 4. 69 maal 10 tot de macht min 11. Anderzijds treedt het waterstofcarbonaat ook op als een base. Wel, we gaan hier een redenering opbouwen waarbij we dus de oxoniumionen die hier worden gevormd meteen laten reageren met het waterstofcarbonaat. Dus oxoniumionen die hier worden gevormd gaan dus optreden als zuur in de reactie met het waterstofcarbonaat dat daar als basis zal gaan optreden. We schrijven dit volgens de Brønsted-Lowry-theorie uit en dan hebben we de base, waterstofcarbonaatanionen, die reageren met het zuur en dit staat in een chemisch evenwicht door vorming van koolzuur en water. Wat we hier in principe hebben geschreven is het omgekeerde van de eerste zuurdissociatieconstante. Want het omgekeerde van de zuurdissociatieconstante betekent dat we koolzuur in water laten reageren volgens de Brønsted-Lowry-theorie. Dus koolzuur is een zwak zuur, water is in dit geval dan de base ter vorming van het waterstofcarbonaat en de oxoniumionen. Dus het geconjugeerd zuur van de base in dit geval is waterstofcarbonaat en de geconjugeerde base van het zuur is hier opnieuw water. We kunnen dus deze vergelijking karakteriseren met de eerste zuurconstante, zoals we daarnet hebben uitgelegd. De eerste zuurconstante, als volgt geschreven, weer bij chemisch evenwicht, is gelijk aan de concentratie bij chemisch evenwicht van de waterstofcarbonaatanionen, vermenigvuldigd met de concentratie van de oxoniumionen ten opzichte van de waterstofcarbonaatanionen. Kijken we in de tabellen, dan bekomen we voor de eerste zuurconstante de waarde van 4,45 maal 10 tot de macht min 7. We hebben echter nog een derde vergelijking nodig, want wat we kennen is uiteraard de concentratie van het waterstofcarbonaat, de analytische concentratie van het waterstofcarbonaatanion, dit kennen we, maar we zitten met een drietal onbekenden. We hebben de carbonaatanionen die we niet kennen, de oxoniumionen die we niet kennen en uiteraard we zullen ook de oxoniumionen moeten gaan berekenen om de pH te gaan berekenen en we hebben het waterstofcarbonaat of het koolzuur nodig om in onze vergelijking te brengen. Het koolzuur is ook een onbekende. Merken we ook op dat deze concentraties uiteraard relatief laag zullen liggen. Dus ook de concentratie van de oxoniumionen die we moeten berekenen uiteraard om uiteraard de pH te kennen, zal relatief laag zijn. We hebben echter nog een derde vergelijking nodig. En die derde vergelijking is de zogenaamde massabalans.
Dit is een analytisch denken dat we moeten vooropstellen en we gaan bijvoorbeeld, of we zullen de oxonium-ionenconcentratie bij chemisch evenwicht gelijk moeten stellen, dus de hoeveelheid oxonium-ionen die worden gevormd uit deze eerste vergelijking, uit deze eerste reactievergelijking, is gelijk aan de hoeveelheid carbonaat-anionen. Maar hoe dat we dit hebben gedaan, de oxonium-ionen hebben we meteen ook laten reageren met het waterstofcarbonaat, dus laten we zeggen, wanneer er oxonium-ionen worden gevormd en we laten die meteen reageren met de waterstofcarbonaat-anionen, wel, dan wordt er ook koolzuur gevormd. Dus het koolzuur dat hier wordt gevormd, zullen we moeten aftrekken van de totale hoeveelheid carbonaat-anionen. Dit is dan de massabalans. Dus de massabalans mogen we schrijven als volgt. Je hebt oxonium-ionenconcentratie die gelijk is aan de totale hoeveelheid van de carbonaat-anionen, dus de molaire concentratie bij chemisch evenwicht. Dus dit komt vanuit deze eerste reactievergelijking. En daar trekken we dus het koolzuur, de concentratie bij chemisch evenwicht van het koolzuur, trekken we daarvan af. Het volgende wat we moeten doen, is dat we de carbonaat-anionenconcentratie bij chemisch evenwicht gaan halen uit deze KZ2-waarde. Dus carbonaat-anionen is dus gelijk aan de KZ2-waarde vermenigvuldigd met het waterstofcarbonaat-anion bij chemisch evenwicht ten opzichte van de oxonium-ionen bij chemisch evenwicht. Het koolzuur kunnen we halen uit KZ1. Koolzuur is dus gelijk aan de concentratie van het waterstofcarbonaat bij chemisch evenwicht vermenigvuldigd met de oxonium-ionenconcentratie bij chemisch evenwicht ten opzichte van KZ1. Dus we komen de volgende vergelijking. Wel nu, we zien hier dat we meteen enkele stappen ineens hebben gedaan. We hebben hier uiteindelijk H3O+. Dus H3O+. Dat dus afkomstig is uit de massabalans. We hebben ook de carbonaat-anionen. Die hebben we dus hier geschreven, KZ2 maal HCO3- gedeeld door H3O+. Dus CO3-2- de carbonaat-anionen is gelijk aan KZ2 maal HCO3- gedeeld door H3O+. Dat zien we hierin terug. En koolzuur vinden we dus hier terug. HCO3- maal H3O+, gedeeld door KZ1. Dus KZ1 zit hier opnieuw in de noemer. Maar, wat we meteen doen is hier die noemer proberen weg te werken. Hoe gaan we dat doen? Wel, we zien hier de oxonium-ionenconcentratie staan. We vermenigvuldigen dus elk lid met de oxonium-ionenconcentratie. En we zien hier de eerste zuurconstante staan. Dus we vermenigvuldigen elk lid. Dus elk lid ook nog eens met de eerste KZ-waarde. Dat doen we hier. Wel nu, dan kunnen we in dit geval, kunnen we dus H3O+ hier schrappen? Kunnen we hier KZ schrappen? En als we dat doen, gaan we dus onze vergelijking kunnen herschrijven. We bekomen dus KZ1 maal H3O+ in het kwadraat. Hier hebben we KZ1 maal KZ2, dus KZ1 maal KZ2 maal HCO3- min HCO3- maal de oxonium-ionenconcentratie in het kwadraat. Wanneer we nu HCO3- maal de oxonium-ionenconcentratie en we brengen dit naar het andere lid, dus we brengen dit naar het andere lid, wel, dan kunnen we schrijven KZ1 maal H3O+ in het kwadraat plus de HCO3-concentratie maal H3O+ in het kwadraat. Dit is dan gelijk aan eerste zuurconstante vermenigvuldigd met de tweede zuurconstante en dan de waterstofcarbonaat-anionenconcentratie bij chemisch evenwicht. We halen nu uit deze term de oxonium-ionenconcentratie en als we dit doen, hebben we dus H3O+ in het kwadraat vermenigvuldigd met KZ1 plus het waterstofcarbonaat-anion, wat dan uiteindelijk gelijk is aan KZ1 maal KZ2 maal de waterstofcarbonaat-anionenconcentratie bij chemisch evenwicht. Wel, we willen dus de oxonium-ionenconcentratie kennen en de oxonium-ionenconcentratie staat hier. Dus wat is dat uiteindelijk? KZ1 maal KZ2
maal de concentratie van het waterstofcarbonaat bij chemisch evenwicht gedeeld door KZ1 plus de concentratie van het waterstofcarbonaat. En als we daar dan overal de vierkantswortel van nemen, dan bekomen we een uitdrukking voor de oxonium-ionenconcentratie bij chemisch evenwicht. En dat staat hier. Dus de oxonium-ionenconcentratie voor de berekening van een amfoteer is de vierkantswortel van KZ1 maal KZ2 maal de concentratie van het waterstofcarbonaat bij chemisch evenwicht, gedeeld door KZ1 plus de concentratie van het waterstofcarbonaat bij chemisch evenwicht. Laten we dit nog verder interpreteren. Wel nu, heel vaak tijdens de oefeningen zullen we een interpretatie moeten maken. We gaan ervan uit dat we in de tabellen gaan nagaan, als we te maken hebben met een amfoteer, dat die eerste KZ-waarde, dat die kleiner is dan de concentratie bij chemisch evenwicht van het waterstofcarbonaat. We gaan ook veronderstellen dat de concentratie van het waterstofcarbonaat anion bij chemisch evenwicht, dat dat ongeveer gelijk is aan de analytische concentratie van het natrium waterstofcarbonaat. Dus stel dat de eerste zuurconstant veel lager is dan de waterstofcarbonaat anionenconcentratie en dat die dus ongeveer gelijk is aan de analytische concentratie van het natrium waterstofcarbonaat. Wel, wat we dan gaan doen is het volgende. We mogen dan KZ1 schrappen ten opzichte van de waterstofcarbonaat anionenconcentratie. Maar als we KZ1 schrappen, zien we dat zowel in de teller als in de noemer het waterstofcarbonaat mag gaan wegvallen. En we bekomen dan de vergelijking voor het waterstofcarbonaat, of liever gezegd voor de oxonium-ionenconcentratie, dat die gelijk is aan de vierkantswortel van KZ1 vermenigvuldigd met KZ2. Deze vergelijking moet je in principe altijd maken voor de oefeningen. Dus goed interpreteren, steeds opnieuw, of je deze verwaarlozing mag doorvoeren. Merk op dat dit specifiek voor de oefeningen telt en dat we in de theorielessen nog een stukje verder durven gaan.